U luistert naar Business Club Radio. En vanavond is mijn gast uh, Kim Stijn van netwerkgroep Ondernemers in Bedrijf. Uh, ze heeft uh, bedrijven of uh, uh, netwerkgroepen in twaalf regio's, dat is best wel veel. En uh, de, We hadden het erover waar ze zaten, ongeveer. Zwolle, Amersfoort, Arnhem en daar ja, we gaan Nijkerk. Van, uh, Twente, tot Nijmegen, tot Amersfoort nu. Goed, ja. de ambitie is natuurlijk. Uh, nog Om dat uit te breiden? Ja, ja. dat begrijp ik. Nou, um, is de vraag eigenlijk. Je well, hebt toen net even aangestipt, wat je al de afgelopen jaar hebt gedaan. Mm -hmm. uh, dat je workshops organiseert en uh, dat je mensen probeert uh, uh, wat extra's te bieden. Wat zijn de plannen ja. voor dit jaar? Wat ga je verder doen? Wat ik belangrijk vind is dat het vooral aansluit op de wens van ondernemers. Mm -hmm. Dus uh, vorig jaar we, zijn we gestart met het idee om ook workshops te gaan geven. Die workshops zijn een aanvulling op de netwerkevenementen. en die worden dan echt gegeven door professionals in het vakgebied. Omdat ze dan ook daadwerkelijk iets kunnen brengen. Um, helaas, door corona is het niet helemaal uh, de agenda niet gevuld geweest. We hebben wel een hele hoop plannen gemaakt. Maar een van de voorbeelden die we hadden was Joeri Schoenmaker, die was uit mijn hoofd in 2016 kampioen pitchen. Ja. Dus die heeft een workshop gegeven. Hoe uh, presenteer je nou het beste bedrijf? Nou, dat was super interessant. Ja. Uh, en die heeft ook echt heel veel handvatten gegeven voor ondernemers om daadwerkelijk hun verhaal te vertellen. Hm. Zelfs voor ondernemers die dachten dat ze daar al heel goed in waren. Dus, um, dus niet alleen maar het netwerken staat centraal, maar ook het leren van anderen. Want dat brengt een ondernemer verder. En dat, het mooie was dat dat ook een wens was vanuit de ondernemers zelf. Dus dat heb ik bij hun allemaal geïnventariseerd via ja. enquêtes. Ja. Uh, dat wilden ze graag, dus daar zijn we op aangehaakt. Nou, voor 2021 uh, gaan we de rest van de workshops, dus zeg maar één keer per twee maanden ongeveer, de agenda is nog een beetje discutabel, maar uh, dat ja, is ja. het plan om, om die workshops aan te bieden. Uh, nou ja, daar kun je je voor inschrijven als het, als het je aanspreekt. Als het je niet aanspreekt, hoeft het natuurlijk niet. En dat is dan voor één regio of is dat voor dat alle is voor regio's? Voor Alle regio's, ja, daar iedereen kan iedereen naartoe. Er... Ja. Oh, okay. En ja. hoeveel komen er dan naar zo'n avond uh, als je er gaat kijken? Uit mijn hoofd hadden we de eerste keer er 20. Mm -hmm. uh, 20 aanwezigen. Maar dat was wel binnen uh, ja, in het corona. Ja. Uh, binnen corona-richtlijnen. Dus we hadden ook niet veel meer mensen kwijtgekund. Duidelijk. Dus daar zit een, uh, een limiet op voorlopig. Maar we hopen in de toekomst dat dat gewoon veel uitgebreider kan. En wat we verder in 2021 vooral willen doen, is blijven doen waar we goed in zijn. Dus gewoon informele, uh, effectieve netwerkevenementen neerzetten. Uh, ondernemers met elkaar in verbinding brengen, de regioclubs uitbreiden. Qua uh, leden, maar ook qua uh, gebieden. Mm -hmm. Dus om te zorgen dat uh, ondernemers, ja, kunnen doen waar ze goed in zijn. Nou, ook... ben jij dus zelf uh, een ster in online marketing? En nou heb je een uh, website laten verbeteren. Mm -hmm. um, hoe ga je dat doen? Via, ga je branding nog, nog sterker maken? En ga je online mark marketing op jezelf toepassen? Ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja. Maar online marketing begint pas als de basis goed is. Ja. Dus je hebt een concept, je hebt een strategie, je hebt een verhaal, je hebt iets te vertellen, je hebt iets te brengen, je hebt een product of je hebt een dienst. Dat gaat snel. Ja, gaat door. Ja. <laughs> en vervolgens heb je, uh, moet je zorgen dat je website daarop aansluit. Dus dat de boodschap die je wil vertellen, dat dat duidelijk is. Mm -hmm. En op het moment dat dat goed staat. Kun je, wat mij betreft, dat is mijn visie op heel online marketing, aan de slag met het, het verbreden van, van je werkveld? Dan kun je echt uh, meters gaan maken, ja. een verhaal vertellen. Precies. En ga je dan ook naar andere netwerken? Ja, ik ben lid van meerdere andere netwerkclubs. Ja, en dan... Niet om, om het af te kijken of zo, wat sommigen wel eens denken, maar omdat netwerken echt zorgt voor een beter bedrijf. Ja, je kunt gewoon lid zijn van meerdere netwerken, precies. dat is duidelijk. Ja. Het zijn ook weer allemaal andere mensen. Ik denk dat 70% van mijn leden lid is van een andere netwerkclub ook. Ja. Maar dat is prima. Nee, van de precies. ontbijtclub. Ik bedoel, ik doe geen ontbijten. Nee. <laughs> Oké. Okay.